Hallo, kijkers van Bouwer. Ik ben Jamal. Welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we Fate Beast Infinity spelen. Evolved. Oké, sorry. Beter al. Oké, zullen we beginnen? Ik ga even de game rules juist zetten dat ik misschien bokken kapot moet maken en dat ik mijn inventory behoud. Maar de VTB's kan het best handig zijn, omdat ik de mobs niet ken, omdat ik niet eerlijk niet veel ken. Van het modpack zijn we zelf, dus ja. Zou handig kunnen zijn. Dus ik ga mijn maken geluid ervan zetten in de tussentijd. Oké, daar zijn we. Jullie zien hetzelfde als ik zie. Oh. Ik weet niet of het probleem moet zijn, maar... Ja. Oké. We denken niet dat we een houtkort gaan hebben voor een tijdje. Dat we geen hout hebben voor een tijdje, jongens. Dus dat is geen probleem. Wat ik wel weet is dat hier ergens een grot onder ons zit. Dat zie ik door een minimap trouwens. Even. Ik had de zeeboer nog niet gezien, maar die ziet er best mooi uit. Hier zie je varkens. De headsmod, dus ik kan zoveel mogelijk proberen verzamelen. Ja, dit is gewoon een Fate Beast playthrough. Ja, playthrough. Ja. Oké, hier zijn de grootste shots. Oh, rubber tree. Oké, dat is echt handig. Die ga ik nog niet maken. Even even maken of de rubberhoed. Oh, ah ja, dat is echt handig. Dat vooral voor later nu niet. Je kunt er echt vak mee, maar later is dat heel handig. Dan heb je echt alleen maar rubber. Dat is geit. Komt er een zombie. Ja, we hebben daar wel een soort hout, maar ik weet niet of dat mooi hout is. Kun je het even vertellen? Dat was niet de bedoeling. Sorry, dat is beter. Eens even. Schapen. En ezels. Een koperkraf voor. Daar was schop. Oh man. Oké, daar zie je. Hier zie je. Je hebt nog leven, hè? Appel. Dus ik krijg een appel als spawn, dat is wel handig. Ik moet hem krijgen. Zo. Wow. 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 Oké, dat heb ik nog nooit gezien. Dat gaan we de volgende aflevering doen. Dat gaan we de volgende aflevering doen, natuurlijk. Dat is gevaarlijk, als ik me niet vergis. Great wood, ja. Hier mag te hakken. Kijk, achievements, Minecraft, industrial craft, blood magic, bottle en nog wat, twilight. Mustycraft, Applied Energics, Goldcraft, la. Oké, zie je. Ik kan nu een crafting table maken. Ja. Ja, we krijgen een table. Table, sorry. Oei. Ik ga even een sheet stellen.
thing. Who says the oven? Is dat stuk hier? Ik weet niet wat daar hier gebeurt, ik heb dat dus bij me niet gedaan. Hier spawn ik. Zie je village ook al? Nee. Je ziet de village ook niet, maar. Ja. Die boom gaan nog helemaal weg, jongens. Ik ga niet dat je hem even laten staan. Ik moet even resources hebben. Zoals een zwaardje. Pickaxe. Nog. Geen buttons. Ja. Deze knop. Soft items ook. Oké, er is recipes. Oké, sorry. Sorry, ik moest even. Dus kun je heel veel hoofden verzamelen. Is dat een mod jam? Het is gewoon een fucking hoedje met een confituurpot, confituurboom, kop. Nee, daar ga ik toch af blijven. Dat is niet lekker. Dat is 1.7. Het is niet echt dat echt rauw moet er nog geen goed uit. Dit is een village. Ik ga even binnen, want het ziet niet helemaal vredig uit. I come in peace. Wow. Echt die hele village is Frans trouwens. Echt mooi. Fuck. Welk hoofd is dat? Oké, dat is politieagent. Dan moet ik afblijven. Oh. Hier is een stukje village en heb je een stukje bos. Die village zijn nog altijd even stem. Zullen we er altijd over in één raken. Als het mogelijk is. Zie je dat zo zo trouwens. Bronze pickaxe, dat is normaal E. Dat is aan die best liggen, zo hier. Vang daarmee, mijn bronze pickaxe. Kunnen mijnen? Sorry, even kijken hoor. Ja, zou je dat. Dat is mijn nieuwe orbit krijgt. Derp. Derpie, derp. Oh, wat? Was die zon? Sorry, was die zon? We gaan toch door tot de eerste nacht, maar ik weet echt niet wat ik nu vast heb trouwens. Dan krijg ik een T-wheel. Oh, ik sta hier. Ik weet niet waarom mijn krachtentable staat. Oh, heb ik hem verkeerd gezet? Ik denk dat mijn krachtentable staat, hoor. Nee, dat is iets anders. Ah, zoals mijn krachtentable. Dat ik zelf mijn weerpunt zetten. Ik zie hier iets geks. Daarom.
En ik zou niet weten wat het is. Ik zeg, eeuw, maar ik ga ze eigenlijk die boven. Ja, dan gaan we voor nog even naartoe, jongens. Ik ga even terug naar mijn kerst table waar die daar staat. Nu ik hem gevonden. Ik ga er even een waypoint zetten. Want daar hier heb ik kerst wonen. Trouwens. Ik ga nu voor hand zoeken, kun je wonen. Dus dicht bij de spawn. Dat is wel het geleerd. Kijk. Je hebt niet veel over te zeggen. Ik heb zelfs een village bestolen. Besef ik mijn naam net, hè? Een village bestolen. En een dief. Where am I right now? Hero. Ja, rood. Safe. Oh, mooi. Iron knife blade, kan ik dat dan gewoon zo doen? Kan iemand me zeggen wat ik daarmee kan? Ik weet echt niet wat ik ermee kan. Die eerst kan zijn. Ik kan hier volgens mij gewoon niet, is niks mee. Wacht, wacht, ik ben dood. Ja. Ik ben dood. Minecraft. Oh, je ziet ook je laat het leten doen. Ik ging dood, maar ik bouwde mijn honger. Dat is een sulfate effect. Sorry, maar... Is het de bedoeling dat ik nu eet? Ik heb geen eten nog. Ik heb geen zoveel. Ik heb er even een overtje gekregen. Gewoon rauw moeten doen. What the fuck was dat voor geluid? Man. Ik kan dat niet nadoen. Zo jongens, ik kan het niet geluid nadoen. Dat is een probleem. Inderdaad, een boutje honger. Fuck. Die deed ze rondspringen. Hup, hup, hup. Dood. Voor de mensen die niet weten, dat is een strategie. Ik wil niks zeggen, maar dood niet, Minecraft. Ik probeer de hoofd van die zombie te krijgen. Oh, fucking god, help. Hackers. Wat zou ik met hackers bedoelen? Dus je houdt je honger als je honger, my fucking god. Mob party. Dit is echt het ergste ooit gezien heb in Minecraft. Kijk, ik krijg al die desmontjes voor je dan een nacht.
Zijn hackers is het deze niet kunt vermoorden. Dat was gewoon letterlijk god mode juist. Hoe zombie hoeft hij? Ja, en weet hè. Blue slime, dat ding ook. Even om te zeggen. Oeh, wow, ik is wel echt de raakste mob die ik ooit gezien heb in Minecraft of zo. Ik heb nog veel gezien, maar ik wil een spin. Help. Ik heb niet een vos is gemaakt, die ik even pakken. Ja, ik heb die koe. Oké, ik denk dat even wachten tot... Godverdomme, oh my god. This is gonna be a long night. Oké, hoe lang duurt de nacht nog, jongens? Nu 3 minuten ongeveer. Dit is echt een rood puntje in mijn room. Al de rest zijn dead points. Dat weet ik hoeveel ik er dood ben gegaan, jongens. Ja, dat moet ik even allemaal verwijderen. Kan ik even rustig een grot vinden of zo? Creeper, die wil ik hebben, man. Dit is stoel die hoort. Oké. Never seen before. Kom ik ook een creeper naar zombie head, sorry. Ik denk dat ik even een god zoeken, maar... Het is bijna dag. Ik ben ook weg, want... Dat is gevaarlijk. Oh, het is heel de wereld gevaarlijk. Foto gelijk in de kringen. Nou, dan ga je fucking wel doodgaan, jongens. What the fuck? Ik denk ja, die gaat alleen maar allemaal de levensdeads aangeven. Die heeft toch wel meer aan zijn leven is dat. Oh my god.
I need the latest data and make points. Hey, but yeah, that's it, yeah. I bet I could scoop. Okay, that was a oh my god. Ja, dat was even royale, jongens. Ik kan ook niet wat zeggen. Ik weet niet allemaal wat er allemaal gebeurd is. Ik kan niet meer van woorden komen, zo hard, zoveel is gebeurd. Festival, party, mob party, 2.0. Oh, nu weet je wat die zon is. Zeg maar, als jij er zo'n doorloopt, dan krijg je. Ja. Zucht. Dat is echt nuttig. Oh. Ik heb een minimap heb kijken. Ik heb de hele tijd zo rond op die minimap moeten kijken. Bijna bij mijn kool zijn. En minimap is echt handig. Zeg het zelf. Zoals je zegt dat ik geen steen heb. Potato. Ik vind het leuk om dat zo te zeggen trouwens. Laat me dus ook zo zeggen, dank u. Wacht, wat is dit? Ik weet niet, even kijken. Al zeg ik het zelf, ik weet echt wat het is. Is er zo'n een groot ijs of zo? Of een meteoriet die ingeslagen is? Dat was een paard of zo. Wat hebben we hier? Ik kon obsidian dit. Zo'n obsidian is dit. Dit is wel echt ook gewoon helemaal nieuw, jongens. Zie, ik weet hier alles van. Thank you.
gewoon een geluk. Maar gewoon lekker. Dat is kijken hoe een bos erbij zijn. Dat is ik het ook wel zeker heb, want we hebben een vorige computer en de niet konden. Het is gewoon super goed dit. Best bruikbaar tool exit heb ik niet. Oké, jongens. Of het doel van deze aflevering krijgen boven. Dat is een ongeluk, hè. Moet je nog niet door, dat is een ongeluk. En misschien ook een kistie. Want die telekerst die we gemaakt hebben, weet ik niet. Maar... Stik, bamboe, stik, 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 stik. Sticks en boulder, dus dat is moeilijk. Van zo. Ja, kijk, is het een scoop? Oké, sorry, zeg niet hier ook wat te doen, maar ja. Even mijn eentje zoeken, hè. We zijn bijna 30 minuten bezig trouwens. Deze video mag lang worden. Dit is de wet van ik. De allereerste video is meestal langste. En dan. Pickaxe, level iron. Oh, ik snap hem al. Zet wat je nodig hebt, of als je het niet met je hand kunt weghakken, dan zegt het echt dat oké, je hebt minimaal dat nodig. Kijk. Pickaxe. Daar heb je pickaxe voor nodig. Ja, je kan alles breken met je hand alleen. Het is moeilijk om op zich niet te breken met je hand. Maar dan ben je toch meer als Minecraft een hele dag bezig. So I shall not try that. Als ik jou was. Ik heb het skelet ook al gezien, jongens. Ik moet zeggen, oh my god, bij het skelet gemist, joh. Express. Ik ga de scoop trouwens even uittesten. Stom met die gekke geluiden, jongens. Echt, Current harvestable. Ik even kijken, zo'n zombie bij mijn gracht gooien. Zijn hetsma, je kunt er niks mee. Zijn hetsma, je kunt er niks mee. Ja, oké, zo vol. Je weet wel sinds wat dat doet. Sorry jongens, moest even. Oh, ik kan er zo een paar van weghalen. Nu weet alles als het eruit komt, zo wat. Eigenlijk is het gewoon iets collectibles zo van. Jongens, ga even een bijenwedstrijdje halen, wie meest bijen vindt. Ze is daarvoor bedoeld. Het is niet erg hoor, maar ik denk dat het meer zal zijn. Ik zal trouwens ook een link naar de downloadpage van VTBeast in de beschrijving zetten. Dat is even handig. We zijn 30 minuten bezig, niet lachen hoor. Wel, ja. Oh.
Ik was even... gewoon letterlijk. Twee crafting tables. Gewoon om een prestatie te zijn, want dat oké. Dus die zouden we nog niet van proberen. Sticky. Ja, ga ik even doen. Sticky maken. Met dat soundje. Ja, je leuk met deze shit. Kist die voor eten en zo. Even kist die voor die andere dingen, oké, ik nog. Ik weet niet wat ik doe met deze shit, jongens. Ik zeg hier uitleg over dit modpack. Maar zelf kan ik dat niet krijgen. Dus ik zal het zelf uitzoeken. Eindelijk, ik weet het. We hebben het zitten. Kan daar mee? Sorry, jongen. Wat kan je daar mee? Alleen maar redstone mijnen. Wat heb ik er dan aan? Hoeveel heb ik er aan? Het is gewoon de vraag, moet je het meestal hebben? Kan ik er gewoon hebben? Wat dat ingaat en dat maak je op. Kijk, sommige uitleg is begrijpbaar, sommige ook niet, Minecraft. Oké, en zelfs je drie keer moet je zo doen. Nee, op die manier. Op die manier. En dan... zo. Kun je dan in de oven steken en dan krijg je rubber, als ik me niet vergis. Sound effect door ook, what the fuck. Ja, ik ken wel wat van industrieel kruip, dus dat is weg is niet. Ja, dan krijg je rubber. En dan kun je er ovens mee maken en whatever. Elektriciteit. Alleszins, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het awesome, jij vond het awesome om te kijken en sinds later. Ik ben trouwens fucking 33 minuten bezig geweest.